Ja, leuk dat jullie weer kijken naar... Oh, even kijken. Ja, de stok. Hoppakee. Een nieuwe aflevering van Werf TV. Ja, we zijn in Oudeschoot. Dat ligt in Friesland. En ja, iedereen is geraakt door de coronacrisis. Maar we moeten positief blijven. En ik ga iemand verrassen die aan topsport doet. En niet één, maar twee personen. Dus we gaan even kijken of ze thuis zijn. Maar kunnen we hier even aankloppen? Anderhalve meter. Goeiedag, hallo. Ik ben Kees Jane, ik ben 14 jaar en ik doe aan turnen. Ik ben Mackenzie, ik ben 11 jaar en ik doe het topsport trampoline springen. Ja, jullie trainen natuurlijk best wel wat uren in de week normaal. Hoeveel uur trainen jullie? Ik 31,5. Ik 9,5. Maar ja, nu is het coronatijd en ik neem aan dat jullie niet naar de turnhal kunnen. Nee. We hadden zeg maar de eerste twee weken hadden we dus een opdracht gekregen en dan trainden we alleen. En nu doen we dus sinds kort online trainen. Ja, ik train meestal in de garage en soms hebben we ook tennisjes, maar ik heb denk ik van een week geen thuis meer gehad. Dus. Daarom heb ik voor jullie een kleine verrassing, dus ik zou zeggen, loop maar even mee naar de auto. Ik heb iets leuks voor jullie meegenomen om nog even te kunnen trainen. Ik denk dat ik zelf ook even mee ga doen, kan ik wat leren. Ja. Dus ik zou zeggen, kijk maar mee. Wow. Wat zit erin? Heel veel. En toen hadden we een compleet trampolinepark. Ja, nu staan jullie wel een beetje in het zicht dat jullie niet kunnen zien. Zo, oh, oh, oh. Oh. Nou, laten we beginnen. We zijn al even bezig met ons eigen trampolinepark, maar ik heb een idee. Ik ga voor jullie een uitdaging verzinnen en dan mogen jullie het nadoen. Alleen als wij als het ook andersom moet. De lenigheid zie je? Niet echt. Wat zeggen jullie allemaal? Nou, dit was alweer het einde van de video. Vond je het leuk? Ja! 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 Nou, dat was een mooi trampolinepark. En ik zou zeggen, abonneer op Werf TV. Like. En subscribe. En tot de volgende keer. Doei doei! Doei. Wow.